Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek. Leuk dat je luistert naar aflevering 12 van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holsappel en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo. Goedemorgen Wouter. Echo, voordat we naar onze gast van vandaag gaan. De campagne is echt helemaal losgebarsten. Hou je het een beetje bij? Ik hou het een beetje bij. Ik heb me verbaasd zondagmorgen dat Henk Nijboer in zijn gezicht ontplofte de verhuurdersheffing. Want de verhuurdersheffing die is in de tijd ingevoerd door de VVD en de Partij van de Arbeid. En Henk Nijboer, de Partij van de Arbeid dus, wil die verhuurdersheffing nu afschaffen. Maar dat pakte niet helemaal goed uit. Ik moet nog iets erbij zetten. 'S Avonds hadden we natuurlijk het lijsttrekkersdebat. En daarin kregen wij een onverwacht cadeautje onze premier. Namelijk een kerncentrale. Ik zou zeggen, Groningen, gefeliciteerd. Onze gast vandaag is de nummer 6 van de ChristenUnie, Stineke van der Graaf. Welkom. Dankjewel, goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Wat vind jij eigenlijk van de kerncentrale in Groningen? Heel slecht idee. Ik heb me ook ronduit verbaasd dat de minister-president dit durfde te zeggen. En ook nog dat we er in Groningen op zaten te wachten. Ik vond dat echt, het Dagblad van het Noorden schreef volgens mij, ongevoelig. Dat vond ik eigenlijk wel mooi verwoord. Ik vond het ook ongevoelig, want wat blijkt eruit dat je gewoon echt gewoon geen gevoel hebt met wat er leeft. Hè? Mensen voelen hier van binnenuit dat het anders moet. Dat we af moeten van fossiele energie, dat we naar duurzame energie over moeten stappen. Maar een kerncentrale in de Eemshaven, daar zeggen we al sinds jaar en dag van in Groningen, niet hier. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want de 6 grootste partijen in de Kamer die waren aanwezig. Dus de ChristenUnie was er niet bij. Nee. Zitten jullie dan thuis en dan op de telefoon meteen met elkaar in de app van wat is hier aan de hand? We hebben inderdaad onderling wel contact hierover gehad. Want dit voelt bij ons allemaal als heel logisch dat als er een nieuwe kerncentrale in Nederland erbij zou moeten komen, dat die gewoon echt niet hier komt. Dus nee, daar hebben we zeker. Wij verbazen ons daar. Met elkaar over. En ook zeker met de mensen hier in Groningen. Dat is duidelijk. In diezelfde uitzending was dat nog een opmerkelijk moment. Namelijk dat Rutte geconfronteerd werd met een slachtoffer van de kindertoeslag. En zijn onderlipje begon een beetje te trillen. Want hij had niet echt een goed antwoord op deze mevrouw. Jij zelf hebt daar in het verleden ook wel wat over gezegd. Ja. En het gaat over rechtsbijstand voor mensen die slachtoffer geworden zijn van die kindertoeslag. Hoe keek je daarnaar? Ik vond het heel sterk dat deze mevrouw zo tegenover de minister-president haar verhaal deed. En ook heel goed dat zij zich niet liet afschepen door de minister-president. Die wilde heel meelevend zijn en zeggen van ik heb inderdaad oog voor jullie en we moeten jullie niet allemaal als fraudeurs inzetten. Zij legde het pijnpunt erbij dat deze mensen nooit een schijn van kans hebben gehad. Ook omdat ze nooit de toegang hebben gehad tot een advocaat. Heel erg in het begin van hun zaak. Want we kennen natuurlijk de verhalen van deze mensen die, omdat er een bonnetje miste, dat ze met tienduizenden euro's schuld kwamen te zitten met hele grote consequenties in hun leven. Op het moment dat zij ook in een bezwaarprocedure bijvoorbeeld al toegang hadden gehad tot een advocaat, wat aanvankelijk wel kon. Maar op een gegeven moment is er een soort beleidslijn gekomen dat niet meer mocht. In zaken tegenover de Belastingdienst met toeslagen. Dat heeft hen echt de kans ontnomen om hun recht te kunnen halen. En dat hebben we inderdaad, dat is onderbelicht gebleven in het onderzoek dat de commissie van Dam heeft gedaan. In een debat, ik kreeg veel signalen ook van sociaal advocaten, dat zij zeiden, je zou eens moeten kijken naar de toegang tot het recht echt voor mensen die tegenover de Belastingdienst staan. En toen kwamen er verhalen boven van advocaten die zeiden, wij kregen niets meer gedaan. Alle verzoeken voor rechtsbijstand werden ineens afgewezen. Dus eerst werd het wel toegestaan en later niet meer. Deze mensen hebben nooit de schijn van kans gehad. En het lijkt erop dat de overheid hen, misschien wel doelbewust, de kans ook heeft ontnomen om hun recht te kunnen halen. En ik vind dat,
ik vind dat heel ernstig. Want juist de sociaal advocaat moet toegankelijk zijn voor mensen. Ja. Om je recht te kunnen halen. Dus, maar dit verhaal is nog niet afgelopen. Nee. Want, nee. Ook op wij dit wij komen daar nog op terug. Zometeen? Want ik heb daar nog wel iets over te vertellen. Nee, ja, want die mevrouw zei, wij zaten als ratten in de val. En het onderlipje van onze premier begon een beetje zenuwachtig te trillen, zeg maar. Normaal gesproken, Echo, dan vraag ik altijd aan jou van, goh, introduceer onze gasten even. Ja. Maar in dit geval zei jij van, voor mij kun jij dat beter doen. Ja. We gaan diep de inhoud in meteen. Hè? Want, ik moet even zeggen, we gaan even kennis maken met wie is Stineke de Graaf? Je en waarom zit je hier? Moet je wel een naam goed zeggen. Ja, Stineke van der Graaf. Heel goed. Want normaal gesproken dan heb jij altijd wel geschiedenis met degene die bij ons aan tafel is aangeschoven. Ik heb een kleine geschiedenis maar met Stineke. In dit geval hebben wij meer geschiedenis met elkaar, Stineke. We hebben op dezelfde studentenvereniging gezeten, de GSV. En wat ook wel interessant is dat jij mijn allereerste opdrachtgever was voor mijn afstudeerproject. Nou, ik had er daarna nog 3 nodig om het uiteindelijk af te studeren. Dus dat het niet gelukt is, lag niet aan jou. Maar om eerst eens een vraag te stellen. Je komt niet oorspronkelijk uit Groningen. Waar kom je vandaan? Dat klopt. Ik ben geboren in Zwartsluis. Dat ligt in de kop van Overijssel. Daar wonen mijn ouders ook nog. Ik heb daar gewoond tot mijn 17e. Ik was nog net 17 toen ik klaar was met mijn VWO. En dat ik de stap zette naar Groningen om te gaan studeren. Dat had ik al wel heel jong bedacht. In groep 8 wist ik. Was je vanaf groep 8 al een beetje een Groningse? Nou, het zat wel in mijn hart. En moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik Groningen wel een beetje op mijn netvlies was gekomen. Omdat ik ook familieleden had die hier hun studie gingen doen. En ik vond het erg leuk. En ik wilde zelf graag rechten studeren, internationaal recht. En op dat moment stond dat hier in Groningen ook gewoon heel goed aangeschreven. Ik begon met studie eigenlijk in de tijd dat het net overging naar het bachelor-master systeem. En dat was ook allemaal heel anders. Dus nee, voor mij was het heel duidelijk. Ik ga naar Groningen en achteraf denk ik was best wel jong. Maar het was voor mij zo klaar als een klontje dat dit de stap was die ik zou zetten. Ja. Als jij nou opgroeit hè, in Zwartsluis, daar aan dat prachtige zwarte water en aan de beul, aan het einde van de Beulakker en de Welter enzovoort enzovoort. Prachtig, prachtig. Heb je veel gevaren gezeild, geroeid? Ik heb veel gevaren, veel geschaatst. Toen dat nog kon in de winter? Toen dat nog kon in de winter, maar recent ook nog weer toen we prachtig ijs hadden. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, als er één plek is waar ik op de schaats sta, dan is het daar. Mijn ouders wonen daar ook nog aan het water, dus ik kan dan achter het huis opstappen. En het is prachtig aan de rand van de Wieden en de Weerhebben. Het is een hele, hele prachtige natuur. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik, zo duidelijk het voor mij was op mijn 17e, van nou, ik ga nu de stap zetten naar Groningen. Ik ga studeren en ik laat het hier achter me. Ik merk nu ik hier woon en ik vind het ontzettend fijn om hier te wonen, dat ik ook wel weer graag terugkom en ook weer de schoonheid zie van de plek waar ik ben opgegroeid. En dat is ook bijzonder. Als het over water gaat, Echo, dan word jij blij, hè? Het is een schitterend gebied. Ik heb daar en nog steeds trouwens. Ik vaar graag. En dat is wel een van de mooiste gebieden van Nederland, vind ik zelf. Ja, nou, dat is het zeker. Maar Groningen is ook erg mooi, moet ik zeggen. En met de Wadden, ik bedoel, daar kunnen we in Overijssel niet tegen. Maar we hebben natuurlijk niet zoveel water. Het Reitdiep hebben we natuurlijk. Ja. En dat Verstarkerborgkanaal, maar ja. Dat is saai. Nou, het is anders. Ja, het Reitdiep vind ik prachtig. Ja. Het ging over de het binnenkort gaan we de Diepen podcast beginnen met host Echo van Oosterhout, denk ik. Ja. Je komt naar Groningen. Wanneer besluit je dan, ik ga politiek actief worden? Ook dat wist ik al wel een beetje jong. Ik had familieleden die politiek actief waren. Dus ik. Bekende? Ja, mijn moeder was politiek actief. En in de gemeenteraad. Of mijn moeder was actief bij de provinciale staten, ook bij de Provinciale Unie. En ik had een aantal ooms die op verschillende plekken in het land in de gemeenteraad zaten. Dus voor mij was het al van kinds af aan heel duidelijk.
Dat wel een plek is waar je wat kunt veranderen. Waar je een bijdrage aan kunt leveren. En ik vond het leuk. Hè, want ik ben als kind dus wel op campagnes geweest. Natuurlijk als er verkiezingen waren met petjes en pennen. De straat in en folderen. Dat heb ik als klein kind wel gedaan. En als je het zo van huis uit meekrijgt. Dan is het wel een beetje, vind je het leuk of niet? Ik vond het leuk. En toen ik ging studeren. Toen had ik ook al bedacht, ik zou het heel leuk vinden om wel een beetje politiek betrokken te raken. Dus nadat ik bij de studentenvereniging van ons, dat ik een jaar in het bestuur heb gezeten, dacht ik van, ik vind het nu wel mooi om ook wat meer inhoudelijk ook mee te kunnen denken. Dus toen kwam er een plek vrij in de steunfractie van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie. En toen ben ik ook daarin gaan meedenken. En een jaar later stond ik op de kandidatenlijst en werd ik ineens gekozen. Ineens? Ineens. Was het een verrassing? Nou, ik stond op plaats 5. En wij hadden 4 zetels. Maar ik heb toen in 1 keer heel veel stemmen gekregen. Dus dat ik met voorkeur ben gekozen. Dat was in 2007. Ik was toen 22. Ik was nog niet klaar met studeren. Dat heeft ook veel langer geduurd. Maar ik was net op tijd klaar. Maar waarom de ChristenUnie? Had dat niet een andere partij kunnen zijn? Voor mij is de ChristenUnie wel echt een partij. Ik vind het... bij mij zit echt een heel diep rechtvaardigheidsgevoel. En dat wil ik heel graag handen en voeten geven in mijn dagelijkse leven. Maar ook in mijn werk en ook in mijn politieke overtuiging. En dat zou ik wel op verschillende plekken kunnen doen, denk ik. Maar voor mij was de ChristenUnie wel echt een plek waar ik veel herkenning voelde. Ook bij mensen. Ik denk ook dat we als mensen echt wel een verantwoordelijkheid hebben, ook op de plek waar we geplaatst zijn, dat je die verantwoordelijkheid ook op mag nemen. En bij de ChristenUnie vind ik echt een heel warm hart als het gaat om zorg voor elkaar. Maar ook hoe gaan we om met de aarde die aan ons gegeven is. En een heel stevig streven naar gerechtigheid zit er echt heel diep in. En dat zijn eigenlijk 3 dingen die ik... ik denk ook wel dat mijn drijfveer daarin vanuit mijn geloof ook echt zeker een rol speelt. Waarin ik me gewoon echt heel erg thuis voel bij de ChristenUnie. Van mensen die echt vanuit een betrokkenheid hun taken oppakken in de samenleving. Ja. Als je kijkt naar de ChristenUnie, dan zie je vaak, laten we zeggen, die ik ongetwijfeld nog wel ken, David de Jong in de tijd. Ja. Iemand van vergezichten die over Nederland vloog. En dan commentaar gaf op de samenleving. Dat soort lui zitten heel vaak bij de ChristenUnie, toch? Ik denk dat er heel veel verschillende mensen zitten bij de ChristenUnie. Maar ik denk wat ons echt bindt. En dat is niet alleen ons geloof, maar ook echt ons kloppende hart voor de samenleving en voor mensen om ons heen. En dat is echt wel iets wat we handen en voeten proberen te geven. Wat is nou, je kwam in de Provinciale Staten. Wat was nou een eerste probleem waar je tegenaan liep? Probleem, zeg maar, politiek probleem? Een politiek probleem, waar je een politiek dilemma. Dat is lang geleden. Ja, daar moet ik even goed over nadenken. Nou, een van de grootste... een paar dingen. Ik kreeg jeugdzorg in portefeuille. En ik vond het heel erg belangrijk dat we dat we niet alleen mensen de keuze gaven voor hele grote zorgaanbieders, maar dat er ook kleinere zorgaanbieders zijn die gespecialiseerd zijn en hele specialistische zorg kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking, jongeren. Mensen die een bepaalde visie hebben voor hun opvoeding of een geloofsachtergrond. En dat daar ook voldoende keuze was. En ik merkte dat dat in Groningen... minder voorhanden was eigenlijk dan ik eigenlijk zou willen. En daar kon je wel echt politieke keuzes in maken. Een van de andere grote thema's, denk ik, dat is toch wel echt wel landbouw geweest. Ook in de provincie Groningen, grote veranderingen ook daarin. En misschien van één probleem heb ik ook mijn scriptieonderwerp gemaakt toen ik klaar was. Dat was hoe gaan wij hier om met
nou ja, op een grootschalige manier duurzame energie opwekken. Hier is toen de politieke keuze gemaakt om windmolens te plaatsen her en der in de provincie. En om dat in parken te gaan doen. Dus niet overal een losse windmolen, zodat je ze wel eens ziet in Flevoland bijvoorbeeld. Maar echt gewoon geconcentreerd bij elkaar. En er zit wel een gedachte achter vanuit ruimtelijke ordening. Maar wat ik heel erg miste is, hoe betrekken we nou de mensen hierbij? En, want dit heeft gewoon impact op je omgeving. En hoe laten we ook mensen meedelen in de opbrengsten daarvan? En toen heb ik, er werd al heel lang gesproken over een windpark. Toen in het oosten van Groningen bij de N33. Maar daar werd al meer dan 10 jaar over gesproken, maar er stond nog geen windmolen. En toen ben ik naar Denemarken gegaan om daar het Deense model eigenlijk te bestuderen. En daar hebben ze het heel goed aangepakt om mensen te betrekken. Dus als jij een windmolen in je omgeving krijgt en je hebt daar gewoon nadeel van, dus dat heeft invloed voor je uitzicht of de waarde van je woning daalt, dan krijg je daarvoor eerlijke compensatie. Je kunt ook mee profiteren van de opbrengst. En alles hebben ze samengevoegd in een wet. En zo hebben zij eigenlijk hele kritische mensen, PVV, vergelijkbare partijen, maar ook hele groene partijen meegekregen, heel breed gedragen beleid en wetgeving. En voor mensen heel veel zekerheid geboden. Op het moment dat er een windmolen in je buurt komt, dan heb je hier recht op en dan kun je daarop rekenen. En dat leverde heel veel draagvlak ook op hiervoor. En ik vond dat we dat ook in Nederland moesten doen. Dus dat heb ik toen ook. Ik heb daar eerst mijn scriptie over geschreven en vervolgens ook een politiek voorstel van gemaakt. En dat is in Groningen toen ook. Heeft dat toen ook een plek gekregen. Maar hier in Groningen zijn heel veel mensen die hebben grote moeite met de windmolens in hun achtertuin, toch? Ja, zeker. En wat ik toen heel erg jammer heb gevonden, ik weet dat we daar, want het provinciebestuur omarmde dat toen ook. Dat herinner ik me nog heel erg goed. En ik heb hen toen ook gevraagd, ga dit nou ook met het Rijk bespreken? Want er zitten nieuwe wetten aan te komen die gaan zorgen dat het Rijk een veel grotere vinger in de pap heeft over waar nou precies locaties moeten komen. Maar dan vind ik dat we deze waarborgen moeten hebben geregeld. Ik vind dat we dat voor mensen moeten bieden. En ik weet dat onze gedeputeerde toen, dat was toen William Moorlog nog van de Partij van de Arbeid, daar ook echt voor de boer op is gegaan. En dat het ook in de Kamer nogal echt een discussie is geweest. Maar dat minister Kamp toen volgens mij de minister was, die wilde eigenlijk geen extra regels. Terwijl sommige regels zijn heel goed als je ze maakt. Want dat beschermt mensen ook. En dat zorgt ervoor dat je in dorpen gebiedsfondsen krijgt, zodat je ook voorzieningen kunt financieren, speeltuinen of een bijdrage voor het zwembad om die in de benen te houden. Dat je dat gewoon kon doen. En dat vond ik wel echt een gemiste kans. Want daardoor is het voor elkaar gekomen. Dus ik zie het op een aantal plekken is het heel goed gegaan, waar de provincie echt de coördinatie heeft gehad, maar waar het Rijk echt aan zet was. Zoals daar in Oost-Groningen bij de N33, missen we dat. In Groningen heb je bijvoorbeeld het Slochterdiep. Dat ligt achter Meerstad. Ja. En daarachter ligt een polder, het Lage Land heet dat. En toen dat helemaal nog niet één geworden was met de gemeente Groningen, maar gewoon bij Slochter hoorde, toen heeft de gemeenteraad van Groningen besloten om daar een zonnepark aan te leggen. En zonder dat de bewoners daar enige inspraak hebben gehad of zoiets dergelijks, is dat nu eigenlijk min of meer een voldongen feit. Ja. Daar wordt een van de grootste zonneparken, gigantische, ik geloof, heel veel hectares. Ik geloof een paar honderd megawatt moet er vandaan komen. Gigantisch groot terrein. Mensen hebben daar niets over te zeggen. Ja, en dat vind ik niet goed. En dat is ook de reden waarom we, dus dat voorstel wat ik net heb toegelicht, wat wij in de provincie toen hebben gedaan, dat is ook echt onderdeel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Ook nu nog. En ook weer. En ook voor zonneparken. Dus je moet op alle plekken waar je energie gaat ontwikkelen, wat echt consequenties heeft, ook in de ruimte, vind ik dat je moet kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners kunnen meeprofiteren, of dat gemeenschappen mee kunnen profiteren. Dus dat je de investering kunt doen in een gebiedsfonds. Maar ik vind het erg belangrijk dat daar een grotere rol is voor bewoners en ook zeggenschap. En
Ja, ik ben kritisch daarop. Laten we ze ook de regio iets verder achter ons laten. Want op een gegeven moment ben je naar de Tweede Kamer gegaan. Dus kun je ook misschien meer met dit soort dingen bezighouden. Toch even, misschien ben je er wel helemaal mee doodgegooid dit jaar. Maar hetgeen waar je vorig jaar het meest door in het nieuws kwam. Dat was een stemming. Hoe vaak ben je hier al over bevraagd? Over het foute stemmen bij de motie over meer salaris voor zorgmedewerkers? In deze verkiezingscampagne nog 0 keer. Dus je bent de allereerste. Yes. Maar destijds heb ik er wel heel veel reacties op gehad natuurlijk. En heel wisselend. En het was oprecht een menselijke vergissing. Ook al ben ik het er heel erg mee eens dat we toewerken naar het verhogen van de salarissen van mensen in de zorg. Daar hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma voorstellen voor hoe we dat kunnen gaan realiseren. Want dat vinden we wel heel erg belangrijk. Hè. Dus ik kreeg veel reacties van mensen van nou... Wat was de eerste eigenlijk? Eindelijk iemand die zijn rug recht houdt. maar dat was dus niet zo. En iemand die staat voor zijn idealen en dat een plek geeft. En ja, in mijn hart voelde ik dat ook. Maar het was oprecht een menselijke vergissing. Ik zal zo even daar iets over zeggen. En waarom ik er zelf wel ook echt van heb gebaald, is omdat ik weet dat het niet zo werkt. Dat je als er met een motie iets uitspreekt, dat je dan niet van de een op de andere dag extra salaris hebt geregeld voor mensen. En ik wist hoe het in politiek Den Haag werd ervaren. Dus waar ik dan vind dat je heel zorgvuldig in moet zijn, welke verwachtingen wek je bij mensen? Want ik heb dus ook heel veel reacties gehad van mensen: bedankt, want nu krijg ik eindelijk een hoger salaris. Ja, zo werkt het en niet. Zo werkt het gewoon in de praktijk niet. En ik had dus daarom baalde ik er zelf wel heel erg van. Omdat mensen toch die indruk hebben gekregen dat dat zo zou gebeuren. En ik heb zelf die motie destijds niet ingediend. Collega's hebben dat gedaan. En ik vind wel dat je daar ook in de politiek altijd bewust van moet zijn. Wat wij zeggen, wat wij doen, wat wij schrijven, wat wij aannemen, dat heeft direct consequenties voor mensen. En dat wekt ook verwachtingen. En ik vind ook dat je daar verantwoordelijk mee om moet gaan. Het was een... Ik realiseerde mij dat ik die stemming niet goed deed op het moment dat we de volgende stemming deden. En toen dacht ik, wacht even, ik heb net voor een motie gestemd. Welke motie was dat dan? En toen zag ik de motie Wilders. En u moet weten, als we nu een hoofdelijke stemming doen in de Tweede Kamer, dan zitten we niet meer met 150 mensen in de zaal. Maar dan gaan we in 3 shifts van 50. Ik zat in de eerste groep. Toen dacht ik, misschien is er ontbreekt er nog iemand van de oppositie. Ik weet het niet, want dan is het weer zeg maar opgeheven. Ja, ik realiseerde het me gelijk. Dus ik heb gelijk in mijn fractie gedeeld. Jongens, ik heb een foute stem. Ik heb verkeerd uitgesproken. Ik kon dat ook niet herstellen, want het is een hoofdelijke stemming. Dus die mogelijkheden heb je niet. En ik weet, want ik zat op mijn kamer, omdat ik niet op het moment in de zaal kon zijn toen mijn collega naar voren liep, dat ik daar iets anders had moeten zeggen of van plan was geweest om iets anders uit te spreken. Toen zag ik de heer Wilders, die zit dan gelijk in zo'n hoekje in beeld. En die zag ik stralend kijken op zijn lijstje. Hé, maar dat is mijn motie. En die kon het wel eens gaan halen nu. Dus ja, volgens mij is hij mij erg dankbaar geweest. Dat gun ik hem weer niet. Ook wel een keer leuk. Maar dit soort dingen gebeuren wel. En ik moet zeggen, heel veel collega's hebben toen een foute stem gedaan. Maar niemand bij zo'n gewichtige motie. Ja. Ja. Het kan gebeuren, het is mensenwerk. Het heeft niks uitgehaald. Want nee, maar ja, dat is misschien wel wat Stineke direct al aangeeft. Dat het wel voor mensen die het volgen en die er wat uit aangaat, wel pijnlijk is natuurlijk. We hebben het er nu wel veel te lang over. Dat komt ook door mij. Dat klopt. We gaan gauw over naar wat anders hopelijk. Maar het is wel belangrijk, dus dat is wel goed, dat er ook in de komende periode stappen worden gezet. Hè. Dus als het gaat om het verhogen van de salarissen in de publieke sector, dat gaat zowel over mensen in de zorg, als het gaat over politiemensen, als het gaat over mensen in het onderwijs, dan hebben wij daar concrete voorstellen voor in ons verkiezingsprogramma. Afgelopen maandag heeft het CPB naar buiten gebracht de maatregelen die de partijen nemen. Kan dat eigenlijk wel en waar komt dat nou op uit? En dat blijkt ook echt dat wij daar heel goed voorstel voor hebben liggen. Dus ik hoop dat er, mocht de ChristenUnie aan tafel komen, dus
wij hopen natuurlijk op een versterkt ChristenUnie-geluid in de Kamer. Dat de kans echt groter is dat ja, die salaris ook verhoogd. De peilingen zijn niet heel gunstig. 5-6 zetels. Dat is maar ja, dat het schommelt eigenlijk een beetje van 5 naar 7 ja, naar 6 naar 7. Ja, het ligt dus een beetje aan welke peiling ja, nee, het is. Echo neemt altijd de peiling waar die het laagst is voor degene die hier zit. De conservatiefste peiling. Ja. Nou, vind ik overigens niet een verkeerd uitgangspunt. Nee, maar laten we zeggen, jij staat op, je staat op 6. Ga je het halen, denk je? Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja. En vanuit dat vertrouwen vraag ik ook de kiezer op dit moment weer opnieuw uit vertrouwen. Ik denk echt dat er een grote kans is dat ik gekozen ga worden. Ja. En dan zou je je kunnen voorstellen dat er weer eenzelfde soort kabinet komt te zitten als wat er nu zit? Dat vind ik lastig om in te schatten. Wat denk je? Jij zit in de Tweede Kamer, jij kijkt om je heen, jij praat met die mensen. Ja. Ik vind dat lastig om in te schatten. Kijk, het heeft er alle schijn van dat de VVD de grootste partij zou worden. Dus de ChristenUnie is ook niet als eerste aan zet om te zeggen, nou, met wie zal gaan regeren. Vind ik ook altijd wel lastige gesprekken voorafgaand aan verkiezingen. Als ik terugkijk op deze periode, laat ik het gewoon houden bij onszelf. Dan zie ik dat we als ChristenUnie echt op verschillende momenten echt het verschil hebben kunnen maken. Ik herinner mij toen ik 4 jaar geleden beschikbaar heb gesteld voor de Tweede Kamer en kandidaat was, dat ik ook heb gezegd, ik vind het belangrijk dat we ook werken aan werkgelegenheid in het noorden. En op het moment dat er gesproken werd, bijvoorbeeld over het sluiten van gevangenissen, lag een eerste schets op tafel vanuit het ministerie dat dan ook maar de gevangenissen in het noorden zouden moeten zijn. Ja. En dan ben je in de positie om te zeggen, niet met ons. Dat gaat niet gebeuren. Leg maar een nieuw voorstel neer. En de consequentie is dat gevangenissen in Veenhuizen, Ter Apel, Leeuwarden, dat ze open zijn gebleven. En niet alleen dat we in Veenhuizen nu ook gaan investeren, zodat die ook verbeterd kan worden en voor de toekomst beschikbaar is. En dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Ik denk dat op meer plekken het verschil hebben kunnen maken, ook als het gaat om de aanpak van mensenhandel, vrouwenhandel. Daar hebben we nog veel grotere stappen te zetten. Daar zijn we ook nog niet klaar. Maar daar hebben we wel echt een bijdrage aan kunnen leveren. Als het gaat over de gaswinning die uiteindelijk helemaal naar nul is gebracht. Dat hadden wij heel graag willen realiseren bij de formatie, bij het regeerakkoord. Dat is toen niet gelukt. En daar hebben we ook eerlijk tegen de mensen gezegd, daar balen we van. Want wij hadden daar graag een stap verder gezet. Dat kregen we toen niet voor elkaar in de samenstelling van deze coalitie. We zijn een paar jaar verder. En toen kon het besluit toch genomen worden. Dus ik vind maar het daar belangrijk, staat tegenover dat, laten we zeggen, die bevingen, daar komt dan wel een end aan, na verloop van tijd natuurlijk, omdat er niet meer gewonnen wordt. Maar het schadeherstel en de versterkingsoperatie, dat is een bedroevend schouwspel. Het heersende wantrouwen in de richting van de Groningers. Ja, we hebben nou afgelopen zondag een kerncentrale teruggekregen, geloof ik. Nou, zover is het nog niet. Nee, maar snap je, zo wordt er in Groningen wel tegen aangekeken. Ja. Dat schiet voor geen meter op. Als je gaat kijken naar wat er uitgekeerd is aan schadevergoedingen en wat er in het ambtelijk apparaat is gaan zitten, dan mogen we blij zijn als 20% van het gereserveerde geld daadwerkelijk bij de bewoners terechtgekomen is en de rest in een aan managers, kantoren en auto's en dat soort dingen, toch? Ja, zeker. Dat is en dat is echt iets waar de overheid in de afgelopen periode ook wel in heeft gefaald. En er zit veel pijn bij mensen in Groningen. En ook wel het gevoel van, ziet de overheid ons wel? En je ziet ook veel scheve verhoudingen. Dus dit is zeker... dit is zeker niet goed gelopen. En daar ligt ook echt een hele grote taak in. Maar kijk, dan zien wij een kabinet wat terugtreedt. Omdat vanwege de toeslagaffaire. Het is dezelfde soort benadering. Wantrouwen in de richting van de burger. Het kabinet treedt terug. Kunnen wij nou met elkaar gewoon een harde afspraak maken dat dit soort problemen in een volgende kabinetsperiode
opgelost zullen worden? Dat wantrouwen in de richting van de burger? Of zeg je nou, ik wil wel heel graag, maar dan moet ik wel heel veel mensen met me meekrijgen? Voor de ChristenUnie staat het echt voorop dat het een van de belangrijkste opdrachten is voor de overheid om te werken aan het vertrouwen in burgers. En ook het herstel van vertrouwen ook in de overheid. Waar mensen dat vertrouwen hebben verloren ook in de overheid. Ik vind dat een belangrijke opdracht. Ik denk inderdaad de toeslagenaffaire heeft laten zien dat de overheid daarin faalt. We zien het hier in Groningen ook. En ik vind het belangrijk dat de overheid dat echt als opdracht ziet. Ik moet wel zeggen dat de overheid is ook echt wel een log apparaat. En niet het gemakkelijkst in toegankelijk zijn voor mensen en echt oog hebben voor de mens. Ik vind dat dat echt moet veranderen. Ik heb een voorstel gedaan. Is dat dan lastig om? Ja. Hoe voelt dat dan aan? Dat je denkt van, ik zit hier middenin. Ik ben degene die misschien wel hier eens aan kan doen. Maar ja, het zit vast of zo. Of stroef. Ja, ik denk dat ook als je kijkt naar debatten die worden gevoerd in de Kamer. Dat Kamerleden heel vaak ook wel hier hun ongenoegen over uitspreken. En ook wel die frustratie ervaren die mensen zelf ook kennen. En dat gevoel van onrechtvaardigheid ook echt weten te vertolken. En dat ook zo voelen. Dus daar ligt echt een grote opdracht. Sandra Beckerman die zat hier een paar weken geleden. En die vertelde dat ze de Tweede Kamer in kwam lopen over dat een debat over het gas. En dat ze allemaal mensen zag bezig met hun tabletjes en met hun telefoons en aan het lullen met elkaar. En helemaal niet aan het luisteren waren over wat er besproken werd. De ongeïnteresseerdheid van de Tweede Kamer in dat hele debat, dat maakte dat zij moest huilen. En dat is eigenlijk een beetje wat je nog steeds ziet. Gaat het over de toeslagaffaire? Dan zegt iedereen, ja, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar er gebeurt niks. Nu is er weer een nieuwe categorie mensen, gescheiden vaders, zeg maar, die door de toeslagaffaire hun huwelijk op de klippen hebben zien lopen, die nu nog steeds geconfronteerd worden met de helft van die schulden die in de tijd opgebouwd zijn. Wat is dat nou, die onmachtigheid daar in Den Haag? Ja, ik herinner mij die afstand die mensen ervaren. Ik kan niet anders zeggen dat ik dat wel herken. En ook het beeld van Sandra. Ik weet tegelijkertijd als mensen op hun telefoon zitten of op hun iPad, dat ze meestal aan het werk zijn. Omdat dat onze communicatiekanalen zijn op dat moment. Maar ik kan mij dat gevoel wel heel goed voorstellen. En Den Haag is voor veel mensen vaak ver weg. En daarom vind ik het ook een hele grote taak. Juist ook voor de volksvertegenwoordiging. Om ervoor te zorgen dat je dichtbij bent en toegankelijk bent. En wat ik belangrijk vind, is dat de overheid echt oog krijgt voor de menselijke maat. Dus we hebben natuurlijk het rapport over de toeslagen al verder gehad. Maar vorige week kwam het rapport naar buiten over de andere uitvoeringsinstanties van de overheid. We weten allemaal dat het gewoon niet goed loopt. We zien systemen waar we zien te weinig oog voor de mensen. Als je even niet in het hokje past, dan heb je het gewoon heel erg moeilijk. En dan kom je er moeilijk doorheen, ook om je recht te kunnen halen. Ik vind het belangrijk dat we, en dat voorstel heb ik zelf afgelopen jaar gedaan. Maar dan moeten we echt, in de komende periode ligt daar ook echt een opdracht. Om met gemeenten om ervoor te zorgen dat de overheid eigenlijk één punt heeft, zeg maar, waar je naartoe kunt gaan. En dat de plek is die jou verder gaat helpen om jouw probleem op te lossen. Als het daar niet opgelost kan worden, voelen zij zich verantwoordelijk om je te helpen om het wel voor elkaar te maken. En dat je niet de situaties krijgt van het kastje naar de muur. En ik weet dat de gemeenten dat ook willen. Vergeef mij, hè. Ik heb een aantal keren met Wiebes gesproken. Ja. En het gaat over de alle loketten waar die bevingsslachtoffers tegenaan lopen. En in ieder gesprek wat ik heb gevoerd met Wiebes, en dat zijn er best wel een aantal geweest, heeft Wiebes tegen mij gezegd, er moet één loket komen. Ik zie alleen maar meer loketten. Ja. Ik zie helemaal niet één loket komen. Ik zie er een loket zus, een loket zo. Er komen alleen maar loketten bij. Kan dat nou? Ik bedoel, deugt het systeem wel?
Is het een systeemfout? Waar gaat het fout? Ik vind dat grote vragen. Ik denk ook dat het goed is. Op dit moment is er een parlementaire enquêtecommissie ingesteld. En die gaat van start. En onze voorzitter heeft, Tom van der Lee. En ik ben zelf lid van de parlementaire enquêtecommissie. Heeft daar ook over gezegd wat de bedoeling is van wat we gaan onderzoeken. En een van die vragen is, die boven de markt, grote vraag. Hoe heeft het nou zover kunnen komen? En waarom loopt het zo als het loopt en gaat het zo stroef? En wat speelt daarin een rol? Dat zijn grote vragen waar we een antwoord op gaan zoeken. Hopelijk draagt dat antwoord eraan bij ervoor te zorgen dat de mensen hier in Groningen ook recht zal worden gedaan. Want in principe zijn die vragen die jij stelt, Echo, die zijn misschien wel gewoon... Ja, daarom is er denk ik zo'n commissie ingesteld natuurlijk. Het zijn zulke grote vragen. Dan kun je, ja. Je voelt al bij iedereen die wij het vragen, want we hebben nu al een aantal mensen gevraagd, dat het gewoon moeilijk is om daar een weg in te vinden. Ja, maar dat begrijp ik wel. Ik wil even iets meer praktisch. Als jij nou niet gekozen wordt, hoe zit dat dan met jouw kandidatuur voor die... of met jouw lidmaatschap van die commissie? Je kunt alleen maar lid zijn van een parlementaire enquêtecommissie op het moment dat je lid bent van de Tweede Kamer. Op het moment dat ik gekozen word door de kiezer op 17 maart of op 15 en 16 maart, zal ik die plek gewoon blijven vervullen. En dan kan ik ook echt bijdragen aan het onderzoek daarna. Dat zal een grote enquête zijn. Ik denk dat een van de grootste enquêtes is. Sinds de Tweede Wereldoorlog, we zijn de 12e. Ja. Dan zal ik dat blijven doen. Op het moment dat ik geen lid ben van de Tweede Kamer, kan ik geen deel uitmaken van die commissie. Mocht ik op een later moment lid worden van de Tweede Kamer, heb ik alsnog de intentie om opnieuw daarvan deel uit te maken. Iedere partij heeft in principe de mogelijkheid om een lid aan de parlementaire enquêtecommissie te leveren. En we hebben een relatief kleine fractie. We hebben 5 zetels. Wij kunnen niet altijd meedoen aan dit soort grote parlementaire onderzoeken die veel tijd vragen. Maar hier hebben we als fractie, en ik zelf ook persoonlijk als Kamerlid, een keuze in gemaakt. Hier vinden wij dat we onze tijd aan moeten besteden. En hier vinden wij dat we een bijdrage moeten leveren om die onderste steen boven te krijgen. Dat is wat mij drijft. En om uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren om recht te doen aan de mensen hier in Groningen. Dus ik hoop van harte dat ik gekozen zal worden bij deze verkiezingen opnieuw als Kamerlid. En dat is ook een van de redenen waarom ik echt vraag om het vertrouwen van de kiezer. Ja. Jij zit dan samen in die commissie met Anne Kuik. Ja. Ook uit Groningen. Ja. Anne Kuik is ook op een andere manier een strijdmakker van jou als het gaat om de vrouwenhandel. Ja. Vertel. Ja, als er een van de grootste misdaden is in ons land, dan is dat mensenhandel, uitbuiten van andere mensen. En we zien helaas dat dit bijna onlosmakelijk verbonden is met gedwongen prostitutie in ons land. En 20 jaar geleden is het bordeelverbod opgeheven. Prostitutie is gelegaliseerd. Maar daar heeft... We hebben gezien dat dat niet leidt tot minder slachtoffers van mensenhandel, mogelijk zelfs meer. We hebben niet gezien dat het leidt tot minderjarigen in de prostitutie. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft laten zien afgelopen jaar dat er zo'n 1300 minderjarige slachtoffers... Let wel, dat zijn hele jonge tieners soms, 13, 14... 15 dat ze erin terechtkomen, illegaal, in de thuisprostitutie, buiten beeld, via jeugdzorginstellingen op allerlei jonge meiden, ook jonge jongens die hierin terechtkomen. En dat was nog maar het topje van de ijsberg, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel ons verteld. Ik heb zelf met slachtoffers gesproken. Ik ga ook regelmatig met hulpverleners op pad. Ik zoek ze ook op hun werkplekken. Wat doet dat met je als je met dat soort mensen praat? Ik vind dat heel heftig.
Ik vind dat heel heftig. Op het moment dat je ziet dat het gewoon hele jonge meiden zijn. Meisje die 20 was en vertelde dat ze al meer dan 3 jaar in het vak zat. Dan was ze dus minderjarig. En dat is hartstikke strafbaar in Nederland. Maar we weten onvoldoende, en daar heb ik ook laatst de staatssecretaris nog weer op bevraagd, ook in het vragenuurtje. De daders zijn ook ontzettend jong. 1 op de 3 daders is jonger dan 23 jaar. Die hier in seksuele uitbuiting dader is. En dat is schrikbarend. Dat doet iets. Dus ik vind dat we hier onze ogen niet voor moeten sluiten. We moeten hier de aanpak echt op versterken. Dus we hebben de afgelopen jaren ook veel meer ingezet op extra mensenhandelrechercheurs. Veel meer online aanpak ook. We hebben gezien in de coronatijd dat er echt verschrikkelijke uitwassen zijn. Meisjes op fora die door pro-anorexia coaches worden ingepalmd, gechanteerd. Pro-anorexia coaches? Dat zijn mensen die zich voordoen als een iemand die meisjes helpt op het moment dat ze anorexia hebben, tips of en ondertussen verleid door foto's van zich te sturen. Meisjes worden gechanteerd en zo. Er is echt zoveel mis. Er werd een en dit vind ik groot onrecht waar we echt onze ogen niet voor mogen sluiten. Dat is een idee dat eigenlijk meisjes ingepalmd worden en dat er enige tijd overheen gaat. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Uit onderzoek wat pas gepubliceerd is, blijkt dat eigenlijk het gedonder al meteen heel kort begint. Dat er heel veel sprake is van geweld en bedreiging en chantage. En dat het helemaal niet is dat meisjes worden ingepalmd, maar dat er meteen van dik hout samen met planken gaat, om het maar zo te zeggen. Ja. Het is toch afschuwelijk? Het is ook afschuwelijk. En inderdaad, dat onderzoek is afgelopen week naar buiten gekomen. Want het idee van Loverboys was dat het een hele periode duurt inderdaad. Maar het is hier, en was het nieuws. Binnen een week is er eigenlijk al sprake en hebben ze hun doel al bereikt. En met chantage. Ik vind dat we hier ligt een heel groot samenlevingsvraagstuk. En het speelt ook mee van hoe ga je om met sociale media. Wees voorzichtig met wie je foto's deelt. We zien. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je zo'n stap zou zetten. Hè? Dat je iemand uitbuit. Vorige week in onze vorige aflevering zei Anne Kuik ook dat ze het niet kon begrijpen dat niet iedereen hetzelfde vindt hierover. Dat dit opgelost moet worden. Ja. Wat is nou de grootste barrière die jij tegenkomt bij het aanpakken van dit probleem? Als het gaat om prostitutie, merk ik dat de grootste barrière wel is om ook het beeld te doorbreken dat het normaal is. Dat het normaal werk is, want het is legaal. Maar er zijn mensen die dat gedeelte, wat wel zichtbaar is voor iedereen, die dat wel vinden. Gewoon het legale gedeelte. Ja, maar corona, de coronacrisis heeft laten zien. Die heeft veel dingen zichtbaar gemaakt die onzichtbaar waren. En veel mensen dachten dat dit een sector was die op orde was, waar mensen in de prostitutie allemaal een inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel, als zelfstandig, als ZZP'er zijn ingeschreven, een BSN-nummer hebben, een eigen bankrekening hebben. En heel vaak blijkt dat gewoon niet het geval. Malafide boekhouder is er. Dit echt moet doorbreken. Dit heeft het echt zichtbaar gemaakt. Maar je hebt wel echt het gevoel dat je door een barrière heen moet breken. Dat mensen zeggen, ja, maar dan moeten we gewoon zorgen dat zij daar dat allemaal wel op orde hebben. Ja, maar 20 jaar legale prostitutie heeft laten zien dat het niet kan. Dat het niet werkt. En dat het leidt tot heel veel laagdrempelig mensen in de prostitutie brengen. Mooi. Heeft de route voor mensenhandelaren echt opengelegd in Nederland. En hele jonge vrouwen. En ik vind het zo ontzettend belangrijk, hè, voor de ChristenUnie. Het werk is niet af. Hè. We hebben gezegd aan het begin van het regeerakkoord.
De wet die er 20 jaar geleden had moeten liggen, de wet regulering sekswerk heet die nu, die ervoor moet zorgen dat de leeftijd voor prostitutie in ieder geval landelijk naar 21 jaar wordt gehaald. In Groningen is dat al zo. Maar in heel veel plaatsen die dat niet expliciet hebben geregeld, zie je dat hele jonge meiden en hele jonge jongens in de prostitutie terechtkomen. Ja, als tiener achter de ramen komen te staan of erger in de thuisprostitutie, waar weinig zicht op is ook op dit moment. En dat we er echt voor zorgen dat zij betere bescherming krijgen. Daar moet aan gewerkt worden. Jullie willen iets met de vraagkant. Ja, wij vinden volgende week is er op 9 maart is er een debat in de Eerste Kamer over een initiatiefwet van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Samen met partijen die daarin hebben meegetekend. CDA, P van de Arbeid, Partij van de Arbeid en de SP. Deze 4 partijen hebben nu samen deze initiatiefwet en die verdedigt Gert-Jan volgende week ook in de Eerste Kamer om klanten ook echt strafbaar te stellen op het moment dat zij prostituees bezoeken. En ook minderjarigen in de prostitutie daar een hogere straf voor krijgen. Het is heel erg belangrijk dat we aan die kant, ja, dat we daar veel meer licht op werpen en dat ook zwaarder bestraffen. En gisteravond was de uitzending, en we deden dit nu op woensdag. Gisteravond was de eerste uitzending van Joanneke uit de prostitutie, die ook op die kant echt het licht werpt. En het is belangrijk dat we dat doen en dat we ook de verhalen delen van de vrouwen. Mag ik er 2 delen? Ik was met hulpverleners mee in een huis, ik zal niet zeggen waar, dat was een zogenaamd privéhuis. Dat was een huis waar hele jonge Nederlandse meisjes waren. Daar ontmoette ik dat meisje van 20. Iedere keer, het was een woonkamer, was surrealistisch, het zag er bijna gezellig uit. En iedere keer als de bel ging, dan stond er een man voor de deur. Moesten die meisjes naar de kamer verderop zich laten zien. En dan koos die man er eentje uit. En de andere meisjes keerden weer terug. En die bel die ging maar door. En in de hoek zat een heel jong meisje. Ze was echt heel jong. Ik weet niet hoe oud ze was. Maar ze was echt heel jong. En zat wat schuchter in de hoek op de bank. En die uitbater kwam op een gegeven moment naar haar toe. En die wierp haar een soort tasje toe. Kijk eens, die is voor jou. Dat vind je toch zo mooi. En mijn maag draaide zich aan alle kanten op. Ik had echt de neiging, ik trek je nu mee en we gaan hier weg. Want dit is geen veilige plek voor jou. Als ik in de straten ben, prostitutiestraten, op een donderdagavond, een grauwe avond. Ik sprak een jonge vrouw, Hongaars. Ik denk dat ze was net iets jonger dan ik, jonge moeder. Zegt, ik wil hier helemaal niet staan. Maar ik moet mijn kinderen te eten geven. Hoe is zij hier gekomen? Ik vraag mij af wat haar verhaal is geweest. En wat kunnen we voor hen betekenen? Hulporganisaties geven ook aan dat in deze coronatijd, waarin het werk voor hen ook stil kwam te liggen en sommigen gedwongen werden illegaal door te gaan omdat ze in acute broodnood zaten, dat ook veel van hen, of een heel aantal van hen, ook de stap hebben gezet om hier uit te stappen. En dat is ongelooflijk moeilijk. En daar strijd ik ook echt voor, dat we als overheid hen beschermen en ook hen die kansen bieden om deze wereld achter zich te laten als ze dat willen. Nu is het dus volgende week gaat het in de Eerste Kamer besproken worden. Ja. Gaat die wet er komen? Want ik begrijp dat het de CDA een beetje een tourneur heeft gemaakt. Het CDA die wil dat strafbaar stellen van hoerenlopers toch niet invoeren. Ja, die keuze hebben zij gemaakt in hun nieuwe verkiezingsprogramma. Ik weet wel dat het CDA is mede-initiatiefnemer van deze wet. Dus ik hoop dat deze wet in ieder geval het wel zal halen. Dat wordt wel spannend. En ik weet dat mijn collega's en Gert-Jan ook veel contact heeft op dit moment in de Eerste Kamer om steun te vergaren voor deze wet. Dus ik vind het een heel spannend debat wat volgende week op 9 maart in de Eerste Kamer gaat plaatsvinden. Want als deze wet wordt aangenomen, zetten we hier een hele grote stap. Maar die echte grote stap, die verregaande stap om in Nederland strafbaar te stellen het kopen van seks en daarmee het voorbeeld te volgen van de Scandinavische landen,
Die stap heeft de ChristenUnie al heel lang geleden gezegd, dat moeten we doen. Daar hebben we in september ook over gedebatteerd. En het CDA heeft daar toen zich ook voor uitgesproken om die stap te zetten. Maar helaas hebben wij gezien dat in hun verkiezingsprogramma die verdergaande stap toch wordt teruggedraaid. Dus zij hebben hun verkiezingsprogramma hierop aangepast. Dat vind ik jammer. Omdat het CDA ook een bondgenoot is voor ons in de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel. Dus wat ik hoop is dat zij die strijd toch voort zullen zetten. Maar ik vind het wel, ik vond het wel een teleurstelling om te zien dat hun programma hierop is, verkiezingsprogramma. Dus hun boodschap ook voor de komende jaren hierop wel is aangepast. Er zullen dus ook ongetwijfeld partijen zijn die zeggen van ja, nee, dit soort dingen doen wij niet mee. Maar wat is jouw contact met bijvoorbeeld de woordvoerders van die partijen? Is dat moeilijk om die mensen een bepaalde beweging in te krijgen? Want ik neem aan dat je ook graag wil dat die mensen met je meegaan. Ja, kijk, in de Tweede Kamer merk je ook gewoon dat je... Nou, wat ik een grote winst vond van een debat dat we in september hierover hebben gevoerd, is dat eigenlijk heel breed ook partijen als GroenLinks die hebben uitgesproken bij de opheffing van het bordeelverbod 20 jaar geleden. Dit is een feest. Dat we prostitutie nu legaal maken. Dat ook deze partijen als GroenLinks en D66 nu zeggen, het legaliseren van prostitutie heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. En dat vind ik een eerste stap. Eerste stap is erkenning. En de tweede stap die ik echt hoop te zetten is dat we elkaar wel zouden moeten willen vinden in het beschermen van de meest kwetsbaren. Als het gaat om minderjarigen. Als het gaat om het verhogen van die leeftijd van mensen in de prostitutie. Voor die veel verdergaande stap, voor het strafbaar stellen van het kopen van seks, zoals ze dat in Scandinavische landen hebben gedaan, als een hele effectieve manier om ook de vraag terug te dringen. Wat ook een opdracht is vanuit internationale verdragen, overigens, voor vrouwenrechten. Die verdergaande stap, dat is nog moeilijk om daar draagvlak voor te vinden op dit moment. Wel heeft de staatssecretaris daarover toegezegd, we gaan een onderzoek doen om hiernaar te kijken. Wat mij betreft is dat echt een te slappe stap. Maar het was het meest haalbare om draagvlak in de Kamer voor te vinden. Ik vind dat we verdergaande stappen moeten zetten. En daar zal ik ook en zullen we ook vanuit de ChristenUnie altijd voor blijven strijden. We hebben hier echt een taak voor de overheid om de meest kwetsbaren ook te beschermen. En als mensen gedwongen worden in de prostitutie te werken, dat is zo'n grove schending van de rechten van vrouwen, van mannen, van mensenrechten. Ik vind dat hier mogen we onze ogen niet voor sluiten. En je hoort hier mijn hart ook echt kloppen. En dat heeft ook te maken met de gesprekken die ik heb gevoerd, de vrouwen die ik in de ogen heb gekeken, die hun verhaal met mij hebben gedeeld. En ik vind het ook belangrijk om als Kamerlid die verhalen te delen, want niet iedereen komt op die plek. Maar ik vind het belangrijk dat hun verhalen gehoord worden. En dat we echt ervoor strijden dat dit onrecht uitgebannen wordt. Nou, bij deze heb je dat hier in ieder geval weer mogen doen. Ja. En dat is een ander onderwerp. Dat is altijd lastig om van zo'n onderwerp weer een brug te slaan naar een volgend onderwerp. Dat is een heftig onderwerp. Want een van de andere dingen die ik voorbij heb zien komen, waar jij je ook heel erg druk om maakt, is drugs in de samenleving. Ja. Want als ik het in twee woorden mag zeggen, jij zou wel willen een drugsvrije samenleving. Is dat trouwens, zijn die twee aan elkaar verweven of helemaal niet? Die twee onderwerpen. Die twee onderwerpen. Het is wel zo. In de Kamer heb ik mij sterk gemaakt voor de aanpak van gedwongen prostitutie en mensenhandel. Voor de gevolgen van drugs in onze samenleving die ontzettend ontwrichtend zijn. En ook voor de aanpak van gokken. Omdat ik zie dat heel veel jongeren hierdoor diep in de schulden komen. En dat zijn drie onderwerpen. Door een collega, mijn collega van GroenLinks zei een keer tegen mij, dat zijn wel heftige onderwerpen die jij aanpakt daarin. En ik zei, ja, dat is inderdaad zo. Want het zijn onderwerpen waar best heel heftige verhalen mee gepaard gaan. En het raakt echt levens van mensen en ook van veel jonge mensen. En het zijn ook misschien wel onderwerpen waarvan andere mensen zeggen van, joh, laat me met rust, dat bepaal ik zelf wel. Ja.
Maar ik zie dat we in Nederland heel veel voor elkaar hebben. Maar op deze terreinen zie ik echt dat wij werk aan de winkel hebben. En dat motiveert me. En dat heeft echt wel te maken dat ik vind dat hen ook recht moet worden gedaan. En als er misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare positie of in een afhankelijkheidspositie. En dat is eigenlijk wel in al die drie onderwerpen, komt dat wel overeen. Dan vind je mij aan je kant en dan strijd ik daarvoor. En die drugsvrije samenleving, ja, ik vind dat we daar echt naartoe moeten werken. Maar dat is wel, de drugsvrije samenleving is wel heel zwart-wit. Is het zo zwart-wit? Want mag ik dan wel op vrijdagavond na een harde week werken een biertje drinken? Want je zou alcohol ook als drugs kunnen omschrijven. Zeker, alcohol en tabak zijn een van de meest verslavende en ook een van de meest verschrikkelijke vormen van aantasting van je lichaam, van je gezondheid. En dat ook zeker. Maar als het gaat om drugs, ik heb gezegd, we moeten streven naar een drugsvrije samenleving. Ik ben realistisch genoeg om te denken, dat gaan we niet overnight bereiken, van de een op de andere dag. Maar het moet wel het perspectief zijn waar we naartoe zouden moeten werken. Als ik kijk naar de ontwrichtende gevolgen van drugs. Mensen die soms dachten, nou, en na hun eerste snuifje coke, is dit nou zo verslavend? Maar een jaar later in een verslavingskliniek te vinden zijn. Helemaal afhankelijk zijn gemaakt. Hun geld vliegt er doorheen. Ik heb gesproken ook in de aanloop naar dat ik dat plan presenteerde, ook met mensen drugsverslaafden of ex-drugsverslaafden die daaruit zijn gekomen. En nu ook anderen daarvoor willen waarschuwen. Dat ze zeggen, ja, je kunt makkelijker in Nederland aan een pizza komen of een pak melk. Je kunt makkelijker komen aan een gram coke dan aan een pizza of een pak melk. Het is zo laagdrempelig voorhanden. En kijk ook even in onze eigen stad. Hè. Een tijdje geleden stond in het Dagblad van het Noorden dat er gewoon een flyer bij mensen in de deur werd gestopt van kun je ontvangen. En dat die jongens die achter die website zaten zeiden, oh ja, nee, het was de bedoeling dat hij alleen in studentenhuizen werd verspreid, maar het was een ongelukje dat hij ook bij andere mensen is terechtgekomen. Het wordt je zo gemakkelijk aangeboden. En Telegram groepen kun je gewoon opzoeken volgens mij. En dan kun je zo in zo'n groepje terechtkomen. Ja, Echo, dat zal jou niet zoveel zeggen. Maar je kunt zo in zo'n groepje terechtkomen. Dan kun je het zo allemaal de bestelling volgens mij doorgeven. Ja, ik vind dat we hier echt een taboe hebben te doorbreken in Nederland. Namelijk dat drugsgebruik eigenlijk best wel heel normaal is. Want ik vind het niet normaal. Ik vind dat je erover na moet denken ook, wat zijn de consequenties? Het is echt laagdrempeliger voorhanden. Ik sprak met een vader die vertelde mij dat in de klas van zijn kind een doosje doorging of een etuietje waar je een pilletje uit kon halen en geld in kon stoppen. Gewoon in de klas. Wat voor leeftijd hebben we het dan over? Middelbare school. Middelbare school. Dat jongeren op het schoolplein worden geronseld door drugscriminelen. Dat ze als geldezel moeten worden gevraagd om even wat geld te pinnen. Snel geld op je rekening. Het is zo weg. Het raakt vaak mensen ook aan de onderkant van de samenleving. De meest kwetsbare mensen. Je zag hier een tijdje geleden het nieuws dat er ergens een hennepkwekerij werd opgerold. Waarin vrouwen in de bijstand moesten knippen. Mensen die drugscriminelen weten rücksichtloos de mensen te vinden die ze hiervoor moeten benaderen. Ik vind dat een grove misdaad, want hier maak je gebruik van kwetsbare positie van mensen die worden uitgebuit. Jongeren die worden meegezogen. Dus ik ga vrijdag naar de Achterhoek op pad met de wijkagent die landelijk aandacht heeft gevraagd voor een drugs die onder tieners heel populair is geworden in coronatijd. 3-MMC. Dus ik ga met hem praten van wat kunnen we hier aan doen. En ik weet dat daar ook de gemeente, ouders, scholen, de jongeren zelf weet te benaderen. We hebben hier echt veel werk aan de winkel. En legaliseren echt, dat is niet de oplossing. We leggen de rode loper uit voor al die drugscriminelen. Ik ben zelf opgegroeid in Zwartsluis. Ik ging in Meppel naar school. Daarnaast ligt Nijenveen. Daar is afgelopen zomer de grootste cocaïnewasserij ooit hier opgerold. Met mensen uit Nederland die daar crimineel waren. Maar ook Zuid-Amerikanen die daar hun werk deden. Wat hebben ze hier te zoeken? We moeten dit fors aanpakken. Dat vindt de ChristenUnie ook. Maar repressie alleen is niet het antwoord. We moeten helpen jongeren die vast hebben gezeten. Ik heb ze ook ontmoet in de gevangenissen. In de jongeren jeugdinrichtingen ook.
Als ze terugkeren in de samenleving, hoe voorkom je dan dat ze weer daar in dat milieu terugvallen? Want dat is soms zo gemakkelijk om daar weer in terug te komen. Ze weten je weer te vinden. En het is voor jou bekend terrein. Ik vind dat we veel aandacht moeten hebben, ook in de wijken. Kwetsbare wijken. Voor jongerenwerk. Ik vind dat, dat heel erg belangrijk. Dus repressie is zeker niet het enige antwoord hierop. Dat hoor je wel vaak van de rechtse partijen. Maar we zullen ook echt aan die andere kant moeten kijken. En preventie, goede preventie, voorlichting. Jongeren waarschuwen. En kijk ook op het moment dat jij van plan bent een pilletje te nemen. Op het moment dat je uitgaat of een festival bezoekt. Denk ook na welke consequenties dat heeft. Wie heeft hier aan gewerkt? Dat zijn drugsvaten met drugsafval. Wat chemisch heel gevaarlijk is. Niet alleen in het buitengebied. In het buitengebied wordt het gedumpt. Maar ook gewoon in de straten, in woonwijken waar kinderen spelen. Mensen worden hier uitgebuit. Weet welke consequenties dat heeft en wat de achterliggende gedachte is. En ik vind het ook wel. Ik vind het echt heel erg belangrijk dat we ook hier de boer voor opgaan. Dus je zult mij iedere gelegenheid zien aangrijpen om op deze onderwerpen iets voor elkaar te maken. Een stap te zetten naar een rechtvaardiger samenleving. Nou ja, ik hoorde het wel zeggen. Die collega die had wel gelijk over die heftige onderwerpen, volgens mij. Ja. Kun je nog wel rustig slapen als je thuis komt? Ja, zeker. Jazeker. Maar het zijn wel onderwerpen die ertoe doen. En waarvan ik weet dat het veel mensen raakt in de samenleving. En het komt overal voor. Dus ik spreek met ouders die zich zorgen maken over hun kind. Ik spreek met de jongeren zelf. Met de vrouwen zelf. En ik vind dat belangrijk. En het is ook goed om te realiseren dat in het leven kun je dingen soms ook overkomen, omstandigheden. En dat hoor ik ook terug van deze mensen. Wat is nou de aanleiding geweest hè, dat je hierin terecht bent gekomen? Hoe heeft het zover kunnen komen? En vaak zie je daarin ook wel iets terug. Hè, dat er iets net niet goed ging in je leven. Of je kwam er net anders voor. Je verloor je baan. Of iets anders. Of een ongelukkige thuissituatie. En ik vind het belangrijk dat we daar oog voor hebben. En om aan die kansen ook wat te doen. En het is ook goed om te realiseren dat we in ons leven, we zijn allemaal kwetsbare mensen. En dat vind ik ook als ik met deze mensen spreek. Dan realiseer ik me dat ook. Het kan zomaar anders gaan. Want het was voor deze mensen ook helemaal niet duidelijk dat ze hier misschien ooit in terecht zouden komen. Ik heb het idee dat als je de mogelijkheid had, dat je zo nog een uur door zou praten over dit onderwerp. En over die andere onderwerpen waar je hart voor maakt. Ja, hier maak ik en heb ik ook. Ik maak me niet alleen hard voor, maar ik heb er ook echt hard voor. En dat hart klopt ook voor heel veel andere mensen en ook voor de mensen om me heen. Dus ik vind het ook heel. Als je zegt, slaap je goed? Ja, ik kan ook zeker goed slapen. Soms slaat het me ook niet los. Hè. Dus ik vind als ik zo'n heftig bezoek heb gehad of een gesprek gevoerd, dan moet ik ook wel echt even dat een plekje geven. Dat ben ik gewoon heel eerlijk in, want dat raakt me ook. Kan ik er ook goed over spreken, ook met mijn man. En ik heb een lief dochtertje van bijna 2. Het legt ook wel weer. Ja, ik ben ook wel een beetje serieus, dat is ook zo. Maar ik heb ook plezier, mensen. Okay. Als ik je zo hoor, dan heb je aan de 4 jaar die nog komen gaan, stel dat je gekozen wordt, eigenlijk niet genoeg. Want er moet een hele hoop veranderen in deze wereld. Ja, we moeten het zien. We gaan kijken hoe zich dit ontwikkelt. Ik stel me voor dat we over een tijdje nog eens een keer dit gesprek herhalen. En dan in een terugblikje hoe het een en ander verlopen is, denk ik. Ja, of hoe het aan het verlopen is. Ja, aan het verlopen is. Ja, kom je nog eens terug? Dat lijkt me heel erg leuk. We zijn alweer een uur bezig. En zoals ik al zei, volgens mij kunnen we er ook wel 2 uur van maken. Ja, maar het is een strijd van lange adem op veel punten. Maar bereid om dat door te zetten. Ik kom graag weer bij jullie langs. Ja, bedankt dat je vandaag langs wilde komen.
Heb je nog iets spannends op het programma staan wat betreft de campagne vandaag? Ja, zeker. Iets spannends. Ik ga vandaag mijn regio-tour starten. Op coronaproef zeg ik daarbij. Ik bezoek vandaag het Westenkwartier. En ook Eemsdelta. Dus ik ga richting Aduard, richting Delfzijl vandaag. En ik hoop daar ook op mooie werkbezoeken. Om ook aandacht te vragen voor zaken die echt tellen. Dus als het gaat om het Westenkwartier gaan we vandaag hebben over de weidevogels. Volgens mij ook de uitdagingen in de landbouw. Ik weet dat dat ook een groot onderwerp is, ook daar. En in Delfzijl ga ik spreken met mensen van het met jongeren van het project Sport. Connect. Een sportproject ook echt voor jongeren in Delfzijl. Vind ik erg mooi. Belangrijke initiatieven ook om voor leefbaarheid ook in de wijken en ook weer voor jongeren. Dus ik ga vandaag heel graag op pad. En het is de start van een regiotour op verschillende plekken hier in de provincie en in het noorden van het land. En ook elders, andere regio's. Nou, vind ik belangrijk om het geluid van de regio ook te vertolken. Daar wensen wij jou heel veel succes mee. Dankjewel. En we gaan het zien op 17 maart of je er wel of niet bij zit. Maar was wel tof. Nou, met jullie steun zou ik... aan ons heeft het niet geleverd. Jullie heeft het niet geleverd. Mooi. Zo is dat. Echo, we gaan ervoor. Jij ook bedankt dat je er weer bij was. Ja, met liefde gedaan. Eventjes voor de volgende. We hebben nog twee te gaan in deze serie. Namelijk onze huismascotte Jimmy Dijk. Ja. Die kunnen we wel anders noemen, maar hij wel niet bij ogen is geweest. Dat is niet meer op 10 handen te tellen, denk ik. Nee. En daarna nog Stephanie Bennett van GroenLinks, op dit moment statenlid. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.